Welkom terug bij Mama's Wereld, waarin we terugblikken op de zwangerschap van Sanne en Aukje. Maar zometeen ook naar de volgende stappen kijken na de bevalling. Voor de break heb je kunnen zien dat Verio mij alles vertelde en liet zien over borstvoeding en afkolven. Nou, inmiddels een jaar later en een zoon rijker is ze erg benieuwd naar mijn ervaringen. En die ga ik haar vertellen, dus vandaar dat ik hier op een kinderboerderij Eilandstede in Utrecht met haar heb afgesproken. Zomer. Hallo. Hoe heb je het allemaal ervaren met de borstvoeding? Ja, super. Ik bedoel, alle clichés zijn sowieso waar, hè? Als je dan zo'n kleine in je armen hebt. Maar ik was toch wel heel benieuwd van hoe gaat dat? En ik wilde hem zo snel mogelijk aan de borst, omdat ik dacht, ja, dit moet lukken, dit wil ik. Het is natuurlijk bijzonder. En hij pakte het gelijk en het ging supergoed vanaf dag 1 eigenlijk. Je hebt dubbel gekolft. Nou, fijn, hè? Dan gaat het sneller. Je hebt hogere voedingswaarde, meer melk natuurlijk in een kortere tijd. Is dat ook allemaal in één keer goed te gaan met kolven? Ja, ik ben na denk ik 4 weken begonnen met afkolven. Vooral omdat ik toen ook jarig was en even lekker weg, zodat mama de fles kon geven. De eerste keer zit je natuurlijk wel een beetje onhandig te doen. Dus natuurlijk wel even wennen, want het is toch anders dan dat je een warm mensje natuurlijk tegen je aan hebt. Maar ik had wel gelukkig van tevoren al even goed bekeken en gelezen hoe het werkte. En wat ook heel fijn was, is dat ik ook de kraamhulp heb gevraagd om het eventjes met mij door te nemen. Goed om te horen, allemaal leuk geweest. Ja. Ik weet dat je heel graag nog een tweede kindje zou willen hebben. En zou je die hele borstvoedingsperiode inderdaad weer... Opnieuw doen? Ja, opnieuw doen. Ja, zeker wel. Ja, ik wacht nog even met die tweede, maar ik hoop dat die er ooit komt. En dan ga ik het zeker weer proberen. Het is gewoon heel bijzonder. Je voelt je ook verbonden en één natuurlijk met die kleine. En het afkolven zou ik dan misschien ook nog wel iets langer willen proberen te doen. Ja. Want het is wel heel makkelijk dat je daardoor ook wel af en toe even zelf ertussenuit kan. Oh, dus, maar dankjewel voor je tips, want die hebben zeker geholpen bij het succesvol borstvoeding geven. Graag gedaan.